Ik hoor hier iedereen vurig verdedigen dat jullie eindelijk de moed hebben om die woonbonus af te schaffen. Hè? Meneer Schildt, vandaag ook nog. Hè? We moeten toch de moed hebben om dat te durven doen. Maar blijkbaar had er wel niemand van de regeringspartij de moed om dat voor de verkiezingen toe te geven. Hè? Dat is wel de realiteit. Ons voorstel is voor en na de verkiezingen exact hetzelfde. Hervorm die woonbonus richting de 60%. Hervorm die woonbonus richting de 60% laagste inkomens en gebruik die resterende fondsen, gebruik die resterende middelen om mensen, op kwetsbare mensen op de huurmarkt en op de woonmarkt, om die te versterken. Er staan nog meer dan 153.000 mensen op de wachtlijst voor sociaal wonen en daar komen vandaag veel te weinig woningen bij, behalve als we naar de CD&V hun sociale media kijken. Vorige week maandag op de Facebookpagina van de CD&V 25.000 extra sociale woningen. Klinkt goed. 3 dagen later, zelfde Facebookpagina van de CD&V, 40.000 extra sociale woningen. Dat is 15.000 erbij op 3 dagen tijd. In dat tempo zijn we tegen november helemaal rond. Maar de realiteit is dat als we naar het regeerakkoord kijken, dat er geen cijfer in staat. Er staat geen doelstelling in. Er staat geen enkel cijfer in hoeveel sociale woningen dat erbij zullen moeten komen. Nul ambitie, nul resultaatsverbintenis. En dus is het resultaat dat die wachtlijsten zullen blijven toenemen en is het resultaat dat die wooncrisis zal blijven verergeren. De energieprijs, de energiefactuur, is vandaag onbetaalbaar. Onze energiefacturen zijn bij de hoogste van heel Europa. De afgelopen 5 jaar zijn die met 40% gestegen, 400 euro gestegen. Het enige moment waarop de energiefactuur tijdens de afgelopen 5 jaar gedaald is, is toen de PvdA de turteltax af heeft geschaft bij het grondwettelijk hof. Er staat één concrete maatregel in het regeerakkoord, en dat is dat we de straatverlichting uit de factuur gaan halen. Ik ga zeggen, proficiat, dat we leverden gemiddeld gezien 2 euro op. 2. De enige energiefactuur die jullie wel gaan verlagen, dat is die van multinationals. Dat staat ook in het regeerakkoord. Er komt een energienorm om te zorgen dat de grote bedrijven dat die niet te veel voor energie betalen in vergelijking met het buitenland. Maar ondertussen exploderen onze energieprijzen en gebeurt daar niks aan. Er leven vandaag 150.000 kinderen in armoede. Elke dag zijn er leerkrachten, die moeten kijken hoe dat leerlingen met lege brooddozen naar school komen. En wat dat we hier vandaag zien, wat dat we horen, wat er in dat regeerakkoord staat, welke middelen dat er voorzien worden, daaruit kunnen we alleen maar concluderen dat het erger gaat worden, dat we er niet op gaan vooruitgaan. Maar ik wil toch beginnen met te zeggen dat het wel jullie zijn die beloofd hebben dat jullie die wachtlijsten zouden aanpakken. Dat die wachtlijsten teruggedrongen zouden worden, of dat die wachtlijsten zelfs weggewerkt zouden worden. Dat zijn jullie die dat beloofd hebben voor de verkiezingen. En na de verkiezingen komen jullie met zo weinig middelen dat iedereen kan voorspellen dat die wachtlijsten niet gaan weggewerkt worden, dat die niet teruggedrongen gaan worden, maar dat die aan gaan groeien. Dat kan je zo voorspellen. Zoals jullie wel hebben gezien, zijn we er de afgelopen dagen serieus ingevlogen in het parlement. We pakken echt jullie stem van op straat mee om die hier in het parlement op tafel te leggen. Wil jij mee het verzet tegen de regering van keizer Jan Bon de Eerste versterken? Word dan ook lid van de PvdA, zodat we er samen een lap op kunnen geven.